wat het werk inhoudt is dat, dat ik aan verschillende kinderen in feite aandacht geef. Er zitten veel kinderen op één groep. En de vaste begeleiders die moeten voor meerdere kinderen tegelijk zorgen. Hebben ook een hoop administratieve werkzaamheden. En het lukt dus niet altijd om echt eens een half uurtje of een uur met één kind bezig te zijn. En daar gebruiken ze dan vrijwilligers voor. Ze geven natuurlijk wel aandacht aan kinderen, maar dat is nooit genoeg. Dus ze gebruiken vrijwilligers om extra aandacht aan kinderen te geven. En dat is wat ik doe. Dus met verschillende kinderen ben ik dan een half uurtje aan het spelen. Wat in ieder geval voor ieder kind zo zal zijn, is dat ze een half uur of een uur lang echt de aandacht hebben. En daar plezier aan beleven. En dat merk ik ook als je dan binnenkomt, dat je dan herkend wordt. En dat ze dan zoiets hebben van, oh leuk, we gaan weer wat leuks doen. Dus dat is van waarde voor die kinderen. En dat ze zich op sommige momenten ook niet zelf hoeven te vermaken, maar dat er dus iemand is die wat met ze onderneemt. Wanneer er geen vrijwilligers zouden zijn, dan zou er voor de kinderen gewoon minder aandacht zijn. Het is helaas zo dat in de zorg ook flink bezuinigd wordt. Als ik, kijk, ik ben natuurlijk een leek, ik ben niet werkzaam in deze branche, maar ik vrees toch dat groepen wellicht groter worden en dat er per saldo meer kinderen per begeleider zullen zijn. Dus de persoonlijke aandacht voor de kinderen, die juist zo ontzettend belangrijk is, daar zijn dan nog minder mensen voor. Dus dan is het belangrijk dat als vrijwilligers daar een steentje kunnen bijdragen en aandacht kunnen hebben voor de kinderen. Dat is heel belangrijk. Ik vind het heel leuk om te doen. Het geeft een voldoening als je binnenkomt en zo'n kind reageert enthousiast van, oh, Nico, is het weer leuk. Daarnaast is het ook gewoon wel eens lekker om kind te zijn met de kinderen. Om niet aan dagelijkse bezonjes en boodschappenlijstjes en weet ik het allemaal te denken. Maar dat je gewoon even kunt rotzooien met een beetje schuim als je met een kind aan het spelen bent. Of met zo'n jochie op ontdekkingstocht door de gang heen. Dat is gewoon grappig om te zien. En het is ook leerzaam om te zien hoe een kind dat bijvoorbeeld niet kan praten, toch heel goed duidelijk kan maken wat hij zelf wil. Dus door even met zijn hand ergens tegenaan te tikken, van hé, dat apparaat moet weer aan. Of mijn hand ergens subtiel naartoe te duwen, van nou moet je dat weer pakken. En dat is boeiend om mee te maken.